Azalia. Het was in de herfstvakantie, min in oktober. Alle kinderen van de school hadden de hele week fijn vrij. Ze hadden er al een hele zit naar uit En ze hadden ook nog geluk, dat het zo mooi weer was. S'nachts was het zo koud als de mieter, het vroost nog net niet. Overdag scheen de zonne uitbundig. Het was meer als 20 graden. En de bomen stonden te pronkende met hun goldkleurige bla. Die hier en door ook al naar onder begon te dwarrelen. Leen en Ans wonen in een heel mooi huis in de buurtschap, zo wit van derp. Twee aardige kinderen, ze, Teun van negende en Leonie was elfende. Zelf was Leen kort aan de vijftig, Ens was nog maar net veertig. Leen werken, nou ja, werken, hij was ambtenaar bij de belasting en Ens was twee dagen in de werken bij de thuiszorg. Maar in de huisvakantie had Ans vrije genomen, omdat Teun en Leonie dan ook de hele weken bij ons waren. De spoorbanken in Darp organiseren altijd in de huisvakantie de spoorweken. Waarom het dat net in dezelfde tijd was, wisten alleen de leugen van de banken. Alle kinderen die een rekening bij de banken hadden, mochten dan hun spoorpot leug maken bij de banken en het geld kwam dan bij al het andere geld op de rekening van de kinderen. En een mooi cadeau kregen ze ook nog. Geen wonder dat het krioelen van de kinderen in de hal van de banken. Teun had geen zin om met zijn spooraport naar de banken te gaan. Hij was de hele dag gedrukt met voetballen met de andere jongens uit de buurt. Hij wist wel zeker dat het tegen zou vallen als ze bij de banken het spoorport leuk halen En het cadeau leed hem maar voor wat het was. Leni wil wel met haar speurpot naar de banken. Moeder moest toch nog daar om de planten te halen. Leonie kon daar mooi mee in de auto. De buurvrouw van Schuins tegenover was een dag of wat in het zeken hoe ze was. Hans wilde door en daar wilde ze wilde de planten metbrengen. Op donderdagmorgen, tegen nu of half elfde en ans met Leonie naar Winters. Leonie heel krampachtig haar spoorverwerking vasten. Het sleuteltje had ze in de boksentasken. Met het sleuteltje kon ze een boek van het varken losdoen. Aans had erover zitten denken waar ze de planten voor de buurvrouwen zou kopen. Bij een grote bloemenzaak in de buurt van waar vroeger het zegenhuis had staan, of bij een winkel in de Meesterstraat. De winkel aan de Meesterstraat was wel wat duurder, maar de bloemen en planten bleven ook langer staan. Tenminste, dat idee had ze. Maar het school ook nog wel leuk in het geld, dat dan weer wat. En ze wilden Azalea Azalia kopen in de Meesterstrote, dan waren ze ook vlak bij de banken waar Leonie met haar spoorpot heen wilde. Ze konden auto kwiet op de grote parkeerplaatsen achter de meesterstrote en ze dachten waar rechter ook nog aan om met de parkeerschrieven achter de route te leggen. Het spoorwerken won zolang in het dashboardkastje van de auto stopt. Door een smalle Stegen kwamen Hans en Leonie zowat tegenover de bloemenwinkel uit. Hans zag zich een mooie rode Azalia uit. Leonie vond hem ook mooi. In de winkel woonde er een doorzichtig plastic om de planten te doen en een kleurig lint er aan Vijftien gulden, zei de verkoopster. Hans vulde in alle tasken alle fikjes van haar tasje, maar in portemonnee. Ook de pintpas van de banken en de autopapieren was er niet. De kleur in haar gezichten trok langzaam weg. Die lagen nog op tafel toen we weggingen, wist Leonie zich te herinneren. Had dat dan even gezegd, zei streng. Maar de kon dus niet betaald worden en dan ging het om. Toen kreeg Leonie een idee: het spoorwerken. Ze wist niet hoeveel geld er in zat, maar ze kon in ieder geval kijken hoe iets ze kwam. Hans en Leonie naar een Nauto met het sleuteltje een boek van het spoorwagen losmaken en door rollen achter elkaar centen, stuvels, dubbeltjes, kwadjes, twee gulden en één Riczaalderoes. Met elkaar 18 gulden 88, genoeg voor Nazalia. Hans en Leonie met het kleine geld door de Bloemwinkel en met Nazalia weer rummen. Naar de Banken punt ze niet meer weg, met 3 gulden 88. Dat kwam er het volgende jaar wel bij. Donderdag noordemiddag middag zat Aans Azalia in de aanslag te loeren naar het huis van de buurvrouw bij Jurgskeunst tegenover. Er stond een vreemde auto. Ze wilde wachten tot hij weg was en dan vols ze erop af. Gelukkig, een vreemde auto voor een weg, maar toen kwam er net een vrouw uit de buurt aan op te fietsen. Hans wachtte, ze wilde eigenlijk alleen hen aanspreken en de planten metbrengen. Ze ging de wassen streken en zette de strijkplanken zo dat ze zicht had op het hoes van de buurvrouwen. Morgen was de fiets weg. Hans deed de strikjes roet en liep met de planten op boeten. Door schot er net een vreemde auto voorbij en draaide bij de buurvrouw een plaats op. Hans werd terug met de planten. Weer aanstreken totdat de buurvrouwen geen volk meer hadden. Maar hoe lang kon dat nog wel duren? Een vreemde auto stond er en bleef er staan. Hoe lang moest ze nu nog wachten? Ze bedacht zich dat ze ook nog een keer wil beginnen met koken toen ze zag dat er geen auto meer bij de buurvrouwen stond. Voor de tweede keer stok ze met Azalia de weg over. Er was geen auto meer, maar dat was vreemd. Er was ook geen buurvrouwen meer. Alle deuren zaten dicht. Hans werd terug met de planten. Ze staken de vruchteloze pogingen en begon met koken. Vrijdagmorgen om tien uur stond Ans met een Azalia bij de buurvrouwen. Die vertelde haar dat het goed met haar ging en dat ze donderdagmiddag alweer boskop met de met haar vriendinnen. En in de vensterbanken stonden nog drie Azalia's. Mooie rooien.